onderwijsminister Henry Ory die is er vandaag voor aanvang van de wekelijkse Raad van Ministers vergadering ingegaan op een aantal vragen van journalisten. Zo is aan de minister onder andere gevraagd hoe het ministerie deelt met heel wat geweld die we nu zien tijdens schooluren, maar ook na schooluren. Zo hebben wij dan gisteren het geval gehad waarbij twee jonge kinderen, twee scholieren, de ene de andere een steekverwonding heeft toegebracht in zijn zitvlak. En de minister die is er daarop ingegaan en op enkele andere zaken. Zo ook bijvoorbeeld over het studentengebouw op het complex van de universiteit, maar ook het universiteitscomplex dat een dringende renovatie toe is. Want de minister die heeft er onlangs op een persconferentie aangegeven dat hoger onderwijs, universitair onderwijs, ook heel belangrijk voor hem is als minister. Wij voeren nu naar minister van Onderwijs, Henry Ory. Een heleboel incidenten en schrikbarende dingen gebeuren met die jongeren op school. Gisteren steekverwondingen van een 11-jarige op een 9-jarige. Een heleboel rare dingen gebeuren. Er gebeuren rare dingen het hele land. Maar het onderwijs moet elke keer een schuld krijgen voor alles. Wat er wel is, dat is de zorg die ik met jullie deel, is dat we inderdaad steeds meer zien dat we agressiviteit en afwijkend gedrag zien van de jeugd. Dat is een zorg. Het ministerie vooral op dit punt probeert te kijken hoe wij met de schoolleiders straks een programma kunnen draaien waarbij we meer een stukje bewustwording kunnen krijgen van mogelijke excessen van leerlingen. En kijken hoe ze een toolkit kunnen krijgen, dat bedoel ik, een set met mogelijkheden om toch op die scholen te kijken, gesprekken te hebben met jongeren, om preventief te kijken naar een stukje gedrag, gedragsproblemen en een stukje support hebben om daarmee om te gaan. Dat is de eerste hulp wat je zou moeten gaan regelen. Ik heb ook met de staf afgesproken dat we meer gaan kijken hoe we die scholen een stukje ondersteuning kunnen aanbieden. Maar dit is een onderdeel van een groter probleem in onze samenleving. En de school is eigenlijk een kopie van die maatschappij natuurlijk. Maar ik betreur het. Nogmaals, ik heb inderdaad ook vernomen, elk incident dat natuurlijk in die samenleving breed wordt uitgemeten, vraag je af. Wat zou onderwijs kunnen doen om zulke zaken halt te roepen? Agressiviteit, er gebeurt voor alles bij de jongeren, hun mindset is nu zodanig dat door allerlei interne externe ontwikkelingen ze agressief zijn. En natuurlijk waar normaal communicatie en dialoog zou moeten spelen, dat plaatsmaakt voor conflicten met natuurlijk dit soort uitingen van geweld naar elkaar toe. Niet goed te praten, mensen. Niet goed. Ja. Als we kijken naar de sociale structuren in ons land, we zien en we horen vaak dat het steeds erger wordt. En dat jongeren onze schoolgaande kinderen zonder voeding naar school gaan. Al dit soort aspecten van het leven die zich nu aan het voortrekken zijn in de gemeenschap. Denk u dat daar een van de bronnen is van die agressiviteit op school bij onze kinderen? Kan. Kijk, we hebben te maken met de teleurgang van natuurlijk de sociaal-economische situatie, ook waarden en normen zien we toch wel, is veel besproken discussie van toch wel dat wat er thuis gebeurt, wat er in de maatschappij, de kinderen komen met dat soort agressiviteit ook naar school. En het gedrag is voor een deel daar het element van. Maar ik blijf erbij, een beetje achterhaald misschien, maar dat het begint thuis. De correcties moeten thuis beginnen bij de ouders, bij de opvoeders. Om met hun kinderen te praten over dit gedrag wat niet acceptabel is. Maar ouders zijn ook niet 24 uur bezig met hun kinderen. Ze zien ze ook niet 24 uur. Maar het betekent dit soort uitingen zijn natuurlijk betreurenswaardig. Maar je moet ook verder onderzoek naar doen. Voor je natuurlijk met allerlei zware oplossingen komt. Maar het is iets, een uiting van de ontwikkeling in onze maatschappij. Economische neergang. Waarbij mensen dus natuurlijk de basisbehoeftes als eten,
Tot en met natuurlijk betalingen van zaken zijn die zorgen van ouders worden overgedragen op de kinderen. En de kinderen natuurlijk op zich moeten leren omgaan met ook minimale zaken. En dat kan een consequentie hebben voor hun motivatieprofiel ook naar school. En betekent dat in die spanningen je natuurlijk je heel snel agressiviteit op de voorgrond zet. We zien het ook in de grote lijnen in het verkeer. Ik zie het ook in de winkels, in de manier waarop mensen met elkaar praten. En de school is geen uitzondering van. De school maakt onderdeel van die maatschappij. Minister, hoe zit het met de examens op de verschillende scholen? Nou, wat mij betreft, die examens zijn gepland. En ze gaan dus nu gewoon in de volgorde gaan plaatsvinden. Ik heb geen reden op dit ogenblik om me zorgen te maken. Examenbureau heeft zijn werk gedaan, transport is gezorgd, we hebben heel grote hoeveelheden kopiewerk gehad, we hadden ook problemen met wat machines, dat is allemaal opgelost. Bij het logistiek werk allemaal zorgen dat het examenwerk op zijn plek komt, gaat er nog altijd wat transport en in die verder gelegen districten, daar heb ik iets van gehoord, maar goed. Tot dit moment moet ik zeggen is de organisatie goed en het gaat zoals het gaat en ik heb geen reden om nu een beetje zorgen over te hebben. We begrepen dat er iets was met de toetsing van Spaans. Zijn er nog andere vakken, minister? Nou, er zijn wat zaken die te maken hebben met roosters waarbij ongelukkig vind dat soms twee vakken op één dag zijn. Maar dat, je moet je voorstellen, de roosters zijn volgens mij in februari al uitgegaan. En dan hoor je niks en plotseling op moment suprem hoor je opmerkingen. Maar er is inderdaad sprake van twee moeilijke vakken op één dag, maar dat blijkt nu doorgepraat te zijn, dus dat loopt goed. Ja. Op de persconferentie, minister, had je het ook met name gehad over HBO en universitair, dat u daar ook meer aandacht aan zal gaan geven. Hoe zit het met bijvoorbeeld gebouw van de universiteit die toch dringend aan een renovatiebeurt toe is, want er is daar halfjes gebouwd tijdens de vorige regering. Het is zo achtergelaten. En wat kunt u ons ook vertellen over de studentenflats die gebouwd zijn, of ze nog echt gebruikt worden door studenten? Nou, op het ogenblik is het zo dat we invulling hebben gegeven voor de directeur hoger onderwijs in de wee van onderwijs, wetenschap en cultuur. Dat mevrouw Ramotaar, ze heeft de werk serieus opgepakt. Met de president is afgesproken dat er een groep, een commissie snel een assessment maakt over de situatie op de campus. Onze president is bereid nog in deze periode gauw geld beschikbaar te stellen om de campus op te pakken. Ook inventarisaties te doen van het gaande van de gebouwen die gerestaureerd moeten. Wij vinden ook dat de campus hersteld moet worden, zeker. Tenminste een paar zaken laten zien voor de start van het nieuwe collegejaar. Dat krijgt dus behoorlijk aandacht. We gaan ook beleid ontwikkelen voor hoger onderwijs en wetenschapsbeleid. Het heeft te maken met de wet op het hoger onderwijs en de wet op de universiteit ook aanpassen. Dus er komt een stukje beleidsaandacht vanuit het ministerie voor de W van wetenschap en dat betekent hoger onderwijs en wetenschapsbeleid. De tweede vraag is inderdaad, er staat de studentenhuisvesting daar. Er is daar gekozen voor een speciaal bestuur. Ik moet zeggen, daar gaat niet goed tot nu toe op de manier zoals het hoort. We gaan kijken hoe we dat bestuur gaan moeten vervangen en moeten kijken inderdaad hoe we natuurlijk het gebouw beter gaan beheersen. Er zijn wat klachten binnen over de hoogte van de huren. Zijn het de juiste mensen die dus in die gebouwen vertoeven? Ik begrijp nu dat is een maximale bezetting, want wij kregen de druk van voren waarbij toch wel de districtkinderen die eigenlijk daarvoor was het bedoeld eigenlijk, toch een klacht dat sommige, bijvoorbeeld Nikeri, kan niet natuurlijk geaccommodeerd worden. En dat betekent dat ze toch naar dure huizen moeten gaan. En dat is eigenlijk de bedoeling. De bedoeling is een studentenhuisvesting waarbij na het afronden van je studie, je doorstroomt uit het gebouw en dat betekent weer ruimte vrijkomt voor anderen. Maar dat schijnt dus helemaal vol te zitten met studenten. Soms krijg ik rapportages dat niet de juiste mensen in het gebouw zitten. En dat kan niet. Het is voornamelijk bedoeld een soort huisvesting voor studenten.
Een stukje moet nog aangebouwd worden. Dus er was een plan A, was dat, wat je nu ziet daar. Maar er was een stukje nog een extra aanbouw. En de vraag is natuurlijk, is er voldoende kapitaal of is men het al afgebouwd om te kunnen voldoen? We zien dat er een grote behoefte is voor de verder gelegen districten jongeren om in de stad te studeren. En het was typisch dat voorbeeld was bedoeld juist als een mooi project om studenten op te vangen. Maar wij moeten dus het bestuur een beetje gaan evalueren en kijken wat er precies daar aan de hand is. Enige klacht wat ik nu hoor is dat men de bedragen, de huren zijn hoog. Dus je hebt twee kamers, twee personen in een kamer en vier kamers. Dat zijn toch, en dat kunnen ook een aantal studenten gewoon niet opbrengen. Dus even ter verduidelijking, minister, ook niet studenten worden nu daar geaccommodeerd? Dus ik kan niet het bewijs leveren op dit ogenblik, maar ik heb me laten vertellen dat sommige mensen vertellen dat er mensen daar wonen die geen studenten zijn. Dan moeten we nagaan of dat waar is. En dat zou niet de bedoeling zijn. Het is een studentenhuisvesting. Minister, met betrekking tot de toelage van de leerkrachten, vooral de groepen die werken in de districten, in Sipali, Minimbo, Kokondo, hoe staat het met de toelage? Want er was nog een probleem met het uitbetalen van deze toelage. In hoeverre zijn dat soort zaken al opgelost? Volgens mij zijn die toelagen al aan betaald. Het betalen is altijd iets, er moet administratief keurig afgewerkt worden voor wie en hoeveel, maar dat is al gebeurd. Er was een punt over fourage. Er is nu een extra vluchten zijn door de regering toegestaan voor fourage. U heeft geen idee, maar dat kost ons miljoenen om Gummer te laten vliegen om voedsel te brengen. Maar je ziet ook hele praktische problemen. Leerkrachten hebben een bepaalde hoeveelheid kilo's die ze mogen meenemen. En er wordt enorm veel gestoeid en met extra spullen die worden gekocht, zien we een tendens dat men meer koopt. En dan mag de regering, dus het ministerie, betalen en dan worden de spullen doorverkocht. Ik zeg niet het beschuldigend, maar het zijn heel vreemde dingen. We horen klachten van leerkrachten dat ze te weinig kilo's krijgen om vervoer te krijgen. U weet, luchtvervoer heeft te maken met het gewicht van de personen, maar ook hoeveel spullen je meeneemt. Dus we moeten restricties hebben. En toch zie je dat mensen misbruik maken van dat soort dingen. Dat zijn rapportages die ik krijg in elk geval. Maar in elk geval, de regering heeft geprobeerd om nu extra vluchten te hebben om, laten we zeggen, de mogelijkheid te bieden om het voedsel en andere zaken te laten vervoeren. Dat kost ons enorm, maar dat zijn zaken die zijn gebeurd. Maar dat zijn de dingen die ik gehoord heb. Dus wat dat betreft, de verplichtingen vanuit ons ministerie worden opgepakt. Er is een deel van die ontevredenheid die te maken met de eisen voor die te maken hebben met financiële optopping. Nou, daar gaan we niet aan beginnen. De regering gaat gewoon niet betalen. En dat is ook iets dat teruggaat naar clusterministers. Minister van Arbeid, Binnenlandse Zaken en natuurlijk Financiën. En de vakminister hoort erbij. Daar praten we over wat kunnen we doen. Er zijn voorstellen gedaan om iets te gaan doen in de belastingsgeven met de minister van Financiën. We blijven kijken naar mogelijkheden om financieel een verlichting te brengen. We hebben nu dus die 2500 krijgen ze elke maand. Nu gaat het kennelijk om meer. Maar we moeten realistisch blijven. Het lukt gewoon niet om voor zo'n grote groep meer geld te geven. Het budget is er gewoon niet. Minister, de kwestie veiligheid was ook een van de aspecten die werd aangekaart door de leerkrachten op de verschillende scholen binnen Suriname. In hoeverre hebben jullie dat kunnen oplossen qua veiligheid op de scholen? En hoeveel Suriname wordt er steeds weer geklaagd over geestesgezonde, fysiek gezonde mensen ja, die het onderwijsproces verstoren? Nou, die bewuste case is opgelost met samenwerking met collega van justitie en politie. Is de beroemde man opgehaald, die wordt nu behandeld. En het is tot rust gekomen, de leerkrachten zijn terug op hun plek. Maar de case heeft ons geleerd dat natuurlijk een heleboel diensten eigenlijk beter hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Ook moet je gaan praten met de dorpsgemeenschap, dat men binnen het dorp dit soort dingen ook zelf zou moeten oplossen. En het is grappig dat Paramaribo zich enorm moet gaan bemoeien met dit soort zaken. Is ook een hele les apart. Wat veiligheid betreft, je moet zich voorstellen, je hebt scholen daar. Die hebben geen omrastering.
Het is zo, en we zouden ook moeten kijken op locatie met collega's van RAS en justitie en politie, hoe we lokaal de beveiliging rond het dorp ook moeten opvoeren. Want je moet je voorstellen dat leerkrachten horen zich veilig te voelen in het dorp waar ze werken. Ze komen een stukje extra inzet tonen en dan moet het in de dorpsgemeenschap en de mensen die daar wonen moeten ook bewust kijken om... We moeten ook kijken hoe we lokale mensen moeten kunnen inzetten om de school te beveiligen. De school zit in een dorp. Het dorp is eigenaar van die school. Dat betekent ook alle voorzieningen rond het dorp moeten lokaal worden geregeld, vind ik tenminste. En ik moet veel meer gaan afstemmen met mijn collega van regionale ontwikkeling dat dit soort dingen geregeld moeten worden. Ik kan natuurlijk niet de hele dag kijken vanuit mijn ministerie en de verder gelegen districten wat er gebeurt. Maar dat het veilig gevoel moet verbeterd worden, dat staat als een paal boven water.